Welkom bij de volgende voedingstraining. We gaan het vandaag hebben over vetten. Zijn vetten slecht voor de gezondheid? Het menselijk lichaam heeft de beschikking over twee energieleveranciers. En dat is de koolhydraten en dat zijn de vetten. Tegenwoordig wordt er gesteld dat vetten dus heel slecht zijn. En dat wij meer koolhydraten zouden moeten eten en minder vetten zouden moeten eten. Vetten zijn onder te verdelen in de verzadigde en in de onverzadigde vetzuren. Denk bijvoorbeeld aan kokosproducten, dat is rijk aan verzadigd vet. Evenals volvette zuivelproducten, maar ook eieren, maar ook vlees. Dat soort producten zijn ook rijk aan verzadigd vet. Onverzadigde vetten daarentegen, dan heb ik het over de meeste plantaardige oliën, zoals olijfolie, hennepolie en denk bijvoorbeeld ook aan vette vis. Vette vis is ook rijk aan onverzadigd vet. Er wordt tegenwoordig gesteld dat verzadigd vet slecht is voor de gezondheid en dat onverzadigd vet goed is voor de gezondheid. We zouden dus minder verzadigd moeten eten en meer onverzadigd. Maar tegenwoordig zijn er ook heel veel discussies gaande over verzadigd vet. Vroeger werd beweerd dat het slecht is, maar tegenwoordig zijn er ook heel veel onderzoeken die beweren dat verzadigd vet helemaal niet zo slecht hoeft te zijn. Verzadigde vetten die bevatten namelijk ook heel veel vetoplosbare voedingsstoffen. En deze voedingsstoffen krijg jij niet binnen als je dus ook geen verzadigd vet eet. Dus verzadigd vet is niet per definitie slecht, maar zorg er ook voor dat je ook niet alle onverzadigde vetten tot je neemt. Want ook niet alle onverzadigde vetten zijn goed voor ons. Heel veel producten in de supermarkt die zijn rijk aan transvetten. En transvetten zijn eigenlijk geharde en verhitte onverzadigde vetzuren. De meeste plantaardige vetzuren die worden verhard, die worden uiteindelijk giftig. Dus die zijn niet hittebestendig. Producten zoals junkfood, maar bijvoorbeeld ook gebakjes of cakejes, maar denk bijvoorbeeld ook aan gefrituurd voedsel, is rijk aan transvetten. Probeer deze producten zoveel mogelijk links te laten liggen en kies uitsluitend voor natuurlijke verzadigde of natuurlijke onverzadigde vetzuren. Dus verzadigd vet is niet per definitie altijd slecht en onverzadigd vet is dus ook niet per definitie altijd goed. Daarnaast is het zo dat vetten jou heel goed kunnen helpen met afvallen. Vetten staan namelijk hoog op de verzadigingsindex. En doordat jij heel veel vetten eet, kun je jouw lichaam op een hele natuurlijke manier verzadigen. Hierdoor zul je minder eetmomenten integreren, waardoor je langer vol zit, minder insuline aanmaakt en daardoor ook makkelijker kunt afvallen. Het is dus heel erg noodzakelijk dat wanneer jij gewicht wilt verliezen, dat je juist meer vetten gaat eten, gezonde vetten wel te verstaan, en uiteindelijk minder koolhydraten en suikers gaat eten. Dus het gaat erom dat dat vetten eigenlijk jouw primaire brandstof worden en dat koolhydraten jouw secundaire brandstof worden. Zorg er dus voor dat je minder koolhydraten en meer vetten eet en kies dus uitsluitend voor de natuurlijke vetten. Bedankt voor het kijken van deze cursus en ik zie jullie heel graag bij de volgende cursus.